Liefste, wanneer je deze brief leest, zal alles voorbij zijn. Terwijl ik in de grote stad studeerde en jij niet vermoedend thuis zat, is er veel gebeurd. Het nachtleven was er hard, te hard voor mij. Ik werd gebruikt, besefte niet wat er van mij moest worden. Denk eraan, AIDS is dodelijk. Wees verstandig, kijk goed uit. Pas toch op, AIDS is gevaarlijk. Open je ogen voor AIDS een sluit. Ook ik ging ander gebruiken. Buiten mijn wil, want ik hield van jou. En ik hou nog steeds zielsveel van je. Alhoewel het daarvoor nu te laat zal zijn. Na onze laatste ontmoeting ben ik ziek geworden. Ernstig ziek. Mijn lichaam begon zich langzaam maar zeker af te bouwen. Ik had geen weerstand meer. Tegen niets of tegen niemand. De dokter stelde na lang onderzoek de volgende diagnose. Seropositief. Mijn lichaam was nu totaal verzwakt. Ik was de instorting nabij. Het ging van erg naar erger. De artsen gaven alle hoop op. Het was AIDS. Denk eraan, AIDS is dodelijk. Wees verstandig, kijk goed uit. Pas toch op, AIDS is gevaarlijk. Open je ogen voor AIDS een sluit. Ik weet het liefste, het is mijn eigen schuld geweest. Ik heb geprofiteerd en laten profiteren. Maar het nachtleven in de stad was sterker dan mijn eigen wilskracht. Een weg terug was er niet. Ik was iemand geworden die niet meer normaal kon denken, laat staan normaal kon leven. Ik was een verloren voorwerp, een wegwerpartikel. Het was wachten op de dood. Met deze gedachte in het achterhoofd kon ik niet meer verder leven. Vroeg of laat moest het toch gebeuren. Ik kon en wilde niet langer lijden. Daarom heb ik mezelf verlost van alle ellende. Voor jou, mijn liefste, moet het een zware, moeilijk te verwerken klap zijn. Maar vergeet niet dat ik altijd van je heb gehouden. Veel liefs en misschien tot later.